Dan Griekenland. Op het eiland Ikaria is het aantal geiten de afgelopen jaren explosief gegroeid. De eilanders daar krijgen namelijk Europese landbouwsubsidie voor de dieren. Maar Ikaria is door de Griekse overheid ook bestempeld tot beschermd natuurgebied. Het hoort bij Natura 2000. Dat is een Europese keten van beschermde gebieden. Aangezien alle geiten vrij loslopen op het eiland, vreten ze langzamerhand een heel beschermd oerbos vol steeneikenkaal. Verslaggever Bart Reterink bezoekt het Griekse eiland al jaren en ging in Brussel op zoek naar de logica achter deze destructieve vorm van landbouwsubsidie van de EU. Ikaria, een onbekende parel in de Egeïsche Zee. De natuur is hier ruig, het leven eenvoudig. De eilanders leven hier nog van wat het land opbrengt. Ikaria ligt, net als het buureiland Samos, vlak onder de Turkse kust. Al ruim 10 jaar is dit het plekje waar ik ieder jaar weer tot rust kom. Compared to other islands, it's not so much developed the tourist factor. Ikaria has a very wealthy environment, so it's a very nice area. And this is something that we are trying to show, to make local communities and authorities to understand. Gebraden geitenvlees staat stevast op het menu bij de lokale dansfeesten. Geiten zijn hier namelijk in overvloed. Ze vreten mijn groene oase, langzaam maar zeker kaal. Bioloog Michalis Havaranis woont en werkt al jarenlang op Ikaria en kent het eiland goed. One of the major problems that Ikaria and lots of islands in the Aegean Sea that are facing at the moment is overgrazing, mostly by goats. Op dit moment zijn er maar liefst 30.000 geiten op het hele eiland. Maar er is eigenlijk maar plaats voor 20.000 dieren. De overbegrazing is in kaart gebracht door de Ikariotische natuurbeschermingsorganisatie Archipelago. En wat blijkt? Deze overbevolking wordt veroorzaakt door Europese landbouwsubsidies. The initial theoretical concept of the subsidies was to support the farmers and only the farmers. Because there are isolated places that are not, they cannot support lots of citizens. So it was an action that could work if it was combined through a management scheme or through some monitoring. Lokale autoriteiten erkennen dat de gesubsidieerde geiten langzaam maar zeker het eiland opvreten. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Τώρα το πόσο, επειδή είναι ραγδαία η επιδείνωση και δεν ήταν η ίδια πέρυσι, προπέρυσι, πριν από 5, πριν από 10 χρόνια, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε βασικά πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει εκτιμηθεί ίσως το μέγεθος αυτής της ζημιάς που γίνεται. Γιατί προοδευτικά και γεωμετρικά αυξάνεται χρόνο με το χρόνο πολύ περισσότερο αναλογικά από ότι πριν από 5 χρόνια. Niet alleen Ikaria is letterlijk overbevolkt geraakt door duizenden subsidiegeiten. Ook andere eilanden hebben hier last van. North Dodecanesa, Kassos, Karpathos as well, Sporades and some places also of the mainland have the same problem. So it's a national problem, it's not only a local problem. Speurwerk op internet leert dat het eiland Ikaria, net als onze Waddenzee en de Hoge Veluwe, valt onder het Europese netwerk van natuurgebieden Natura 2000. Maar blijkbaar kun je hier toch tienduizenden geiten laten grazen zonder dat de overheid hier paal en perk aan stelt. This leads to downgrading of the whole ecosystem because without flora you don't have fauna. Without fauna you don't have avifauna and so goes on. And then you have erosion. And with a wind or a heavy rainfall, then the soil abandons the hill and goes to the sea, and then this affects the marine ecosystem as well. So it's like a chain all along. Maar er is meer aan de hand. Op websites van de Europese Rekenkamer blijkt dat subsidiegeiten onderdeel zijn van een veel groter probleem. Griekenland heeft nog steeds geen nationaal kadaster waar alle grondpercelen in zijn opgetekend. Nobody knows, nobody has declared anything. So there are lots of conflicts among people. For instance, when somebody has a number of goats and
they leave them loose, then another person may come and say that this is my field. And then they have conflicts, they go to court, but nobody can give a solution to that because there isn't any map that the government holds which says that this is your field and this is my field. We gaan naar Brussel, naar het hart van de Europese Unie. Alleen hier kan ik een antwoord krijgen op mijn vraag hoe het toch mogelijk is dat de geitenoverlast jaar in jaar uit door Europa wordt gefinancierd. Vandaag is er een hoorzitting over de begroting van afgelopen jaar. De minister van Landbouw moet tekst en uitleg geven over de subsidies die ze heeft verstrekt. Ik ben benieuwd of ik hier wat wijzer word. Esther de Lange is lid van de Commissie Landbouw en van de Begrotingscontrolecommissie. Ze zal de Eurocommissaris voor Landbouw vragen stellen over de gebrekkige Griekse controle op deze subsidies. We hebben als commissie het geval onder de aandacht gebracht dat een lidstaat een heel eiland aanmerkt als Natura 2000 gebied. Vervolgens met Europese steun voor schapen en geiten dat hele eiland eigenlijk kaal laat eten door steeds meer schapen en geiten die op dat eiland worden neergezet. Ook door mensen die voorheen niet in de landbouwsector actief waren. Apologize me for. It is a very specific question raised on some smaller Greek islands. Nou, zij zei van dat geld wat die dieren krijgen in Griekenland, dat is geld wat eigenlijk nationaal wordt beheerd. Hè? Je hebt als lidstaat de vrijheid om 10% van je landbouwsteun uit te geven aan bepaalde prioriteiten. En dat vind ik allemaal prima. Wij moeten in Europa zeker geen eenheidsworst van bovenaf naar beneden willen gooien. Maar het moet wel zo zijn dat die nationale bestedingen, dat die ook te controleren zijn en dat die voldoen aan de spelregels. En de spelregels zijn onder andere dat je dus aan Europese milieuwetgeving voldoet. Europees landbouwcommissaris Marianne Fischer-Boel laat uiteindelijk wel even haar tanden zien. Als Griekse milieucontrole op de geitensubsidie uitblijft, kan Athene wel eens alle landbouwsubsidie verliezen. En niet de 10% strafkorting die ze nu al jarenlang krijgen omdat ze hun kadaster niet op orde hebben. But of course if you run into a situation where farmers deliberately do not deliver on the cross compliance requirements, we can take everything. We can take 100%. Elke Nederlandse boer kan jou vertellen dat dat een hele grote uitdaging is. Maar als dat in Nederland geldt, dan moet dat ook in Griekenland gelden. Terug naar Ikaria. Het besef dat er iets moet veranderen aan de groeiende geitenpopulatie is bij veel eilanders doorgedrongen. Vooral in dit oeroude, beschermde eikenbos richten de dieren veel schade aan. Ze zijn verzot op de jonge twijgen van de eeuwenoude steeneiken, waardoor het bos zichzelf niet meer kan vernieuwen. Ikaria spookt door het maken van deze reportage weer voortdurend door mijn hoofd. Ik hoop dat de milieuambtenaren in Athene nu eindelijk wakker worden en de geitensubsidie stopzetten. Anders is mijn favoriete vakantieeiland over een paar jaar letterlijk kaal gevreten. Νομίζω ότι πρέπει να απαγορευτεί η ελεύθερη και ανεπιτήρητη κτηνοτροφία, διότι αυτή η κτηνοτροφία δεν έχει. Είναι μόνο καταστροφή και δεν έχει ούτε παραγωγή, αφού στην ουσία πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτεί και πρέπει να λάβει μέτρα ο Δήμος. It's not working. So I believe that it's not only not working, it has a bad impact. It's being worse and worse. It's better never to have these subsidies. We hebben het Griekse ministerie voor Plattelandsontwikkelingen nog om een reactie gevraagd, maar tot nu toe nog niks gehoord. Meer